dan, hoe werkt het? Maken zelfs bij de opspelen. Kan je terugkijken, denk je, ja, misschien wel een hele waardevolle. AZ onder 14 luistert naar een eerste elftalspeler, naar een verhaal over sporthelden. Zijn sporthelden, hoe belangrijk die zijn voor je ontwikkeling. AZ 1 middenvelder en exponent van de jeugdopleiding Teun Koopmeiners vertelt over zijn sportheld. Mijn twee voorbeelden die ik eigenlijk op een hoger niveau heb zitten dan de voetbalvoorbeelden. En waarom heb ik die op een hoger niveau zitten is, zij inspireren mij vooral in het gedeelte hoe beleef je je sport, hoe ga je naar de club toe. Hoe ga je het veld op? Hoe ga je met je teamgenoten om? En als eerste begin ik bij Tom Brady. Wie kent hem van jullie? IJshockey. Nee, het is geen ijshockey. Rugby ook. Ook geen rugby. Amerika voetbal. En wat mij zo inspireert aan zijn verhaal is, hij is, dat zeggen mensen niet zoveel, maar een 6-round draft choice. Dat is eigenlijk iemand die zo goed als afgeschreven is of niet zou worden opgenomen in het prof-Amerika voetbal. En er werd van alles over hem gezegd, dat hij fysiek niet goed was. Hij had geen worparm, hij kon niet rennen. En dat heeft hij puur altijd als motivatie gebruikt om het succes te behalen wat hij uiteindelijk heeft behaald. Als je wil, zou je een parallel kunnen trekken tussen de carrière van een jonge Tom Brady en die van Teun Koopmeiners. Want een paar jaar geleden ging het met de man uit Kassikum helemaal niet zo goed. En daarvoor heeft het mij ook geholpen, omdat vroeger, ik was niet de snelste. En vooral in het wennen en keren zeiden mensen vaak van, nou ja, daar loop je toch wel op achter. En mocht je naar de oudere leeftijden komen, dat wordt dan wel een vraag wie dat gaat halen. En toen heb ik eigenlijk zijn motivatie erbij gepakt van, hey, continu wanneer iemand tegen mij zegt, dat lukt hem niet of daar is je te langzaam in. Dan motiveerde het mij nog meer om buiten het veld op te gaan en daarin te verbeteren. Waarin ik uiteindelijk in de hogere leeftijden niet zozeer eens kon aanhaken, maar eigenlijk uiteindelijk de beste werd op de testen in de wendbaarheid. Teun Koopmeiners. Hij zegt altijd tegen zichzelf, I want to deserve it every single day. I want to be the best quarterback of this team. Dus om te vertalen naar mezelf is, ik wil het elke dag verdienen dat ik überhaupt hier op het trainingsveld mag staan. Maar ook zaterdag in de basis mag staan. En ik wil voor mijzelf het gevoel geven dat ik deze dag weer de beste middenvelder ben voor het team. En zodoende kom ik continu naar de club om te zeggen van, hey, vandaag is een dag, jij moet laten zien dat je de beste bent op het middenveld. Zodoende heeft de eerste persoon daarin mij gemotiveerd. Tom Brady is niet de enige sportheld van Teun Koopmeiners. Hij heeft er nog eentje. Iemand die je niet meteen verwacht bij de rustige middenvelder van AZ. Conor McGregor doet een hele andere sport. Ik volg hem al iets langer. Niet alleen van zijn grote partijen in het MMA, maar eigenlijk toen hij daar zijn beginvechten ging doen. Ik volg hem wel al een hele lange tijd, ook voordat hij echt groot werd in die sport. Maar puur hoe hij zijn sport beleeft en hoe hij traint, waar ik heel veel naar kijk. En ook hoe hij omgaat met tegenslagen, vond ik heel indrukwekkend. En zodoende ben ik hem eigenlijk als inspiratiebron gaan gebruiken. De notorious Conor McGregor. De sport vind ik op zich een mooie sport om naar te kijken, maar dat is niet echt de reden waarom ik hem heb gekozen. De reden waarom ik heb gekozen is de manier van trainen, hoe hij dat doet, tot hoe ver hij zichzelf pusht, lichamelijk en mentaal. Daarvan heb ik artikels gelezen, het boek over zijn coach heb ik gelezen. Ik heb urenlang op YouTube filmpjes over zijn trainingen lopen kijken van, hey, kan ik daar zelf nog bepaalde bewegingen of krachttrainingen voor me uithalen? Hij ging als een speer, hij won alles, werd wereldkampioen. En uiteindelijk kreeg hij een tegenslag, want hij verloor een gevecht. En normaal sloeg hij altijd mensen knock-out in de eerste ronde. En nu ging hij in de tweede ronde, werd hij bij zijn keel gepakt en dat ging mis. En wat hij zei gelijk is, ik kan nu in zak en as gaan zitten, ik kan nu allemaal gelijk geven. Of ik kan hem als een kerel aanpakken, ik kan rechtop blijven staan en zeggen van, hey, wat heb ik ervan geleerd, wat moet ik beter doen?
En de dag daarna zei hij gelijk, ik wil de rematch. Ik wil weer tegen jou vechten. En die tweede wedstrijd die pakt hij in zijn beste gevecht ooit. En wat ik vooral als hem als voorbeeld gebruik is... wanneer ik een slechte wedstrijd speel of het zit even niet mee... dan heb ik zoiets, ik kan de weg van kijken... en ik kan al die mensen die er kritiek op geven... en die fouten die ik heb gemaakt, daar kan ik niet naar kijken. Of je kan het juist recht in de ogen aankijken en zeggen van... hé, wat heb ik fout gedaan? Durf ik die fouten te zien? En ga je naar de volgende uitdaging en kan je daar de volle bak in nemen.